Ja, lieve, het was weer watjes. We zijn er weer voor een nieuwe aflevering van Achter de Schermen met uw gastheer. De snedige filet noemen ze me soms, maar ik ben vooral opgegroeid in Brugge en nu woonachtig te Schaarbeek. Pieter-Jan Marchand, dat is uw host. Mooi. En Jeff Bronder, die is ook weer. Présent, monsieur. En opgegroeid in Erpen. Dat is 50% van de gemeente Erpen-Meren en nu woonachtig te Aalst. Ja. Grote verhuis. Ik ging bijna zeggen, meer Denderstreek dan Jeff Bronder krijgen ze niet. Maar, dan kijk ik hier naast me, want onze media-insider van deze week, die is opgegroeid in Meren. Ja. Dat andere 50% van Erpen-Meren. In beeld zitten we nu als Erpen-Meren. Ja. Ja, ah ja, inderdaad. Met een koppelteken. Ja, snap ik het. Voor wie het nog niet door had, het is Koen de Graven. Welkom. Dank u. En onze A-lister van deze week is iemand die geboren is te Gent, opgegroeid te Gent en woonachtig te Gent. Zo staat het hier op mijn tekst, maar hij schudt van nee. Ik spreek toch zo niet? Ah, nee, ja. Zou dat zo veel heftiger zijn, mocht ik daar heel een tijd gewoond hebben? Kun je dat misschien doen, omdat dan klopt het toch alsnog voor de intro. Ik zal doen alsof. Oké. Okay. Welkom, Barbara Serafian. Ja. Niet achter midden bermen. Nee. Niet achter twee dorpskernen. Nee. Maar achter de schermen. Nu weet ik eigenlijk, die twee dorpskernen... Waarover dat altijd al ging, hè? Die intro-muziek. Ja, Erpen-Meren, hè. Ik had vrienden uit Brussel, Franstaligen, die mij belden als ze in de buurt waren van Gent, waar ik soms opgegroeid ben. Ja. Ah, ja. Ja. Ah, en die ja. mij dan belden van, je suis à la hauteur de Erpen-sur-Mer. Ah. Erpen aan de zee, voor ja. het vertaald. Ja, voilà. Erpen-sur-Mer. Ah, ja. Voor alle duidelijkheid, Erpen is niet Nelft van Erpen-Meren en Meren ook niet Nelft van Erpen-Meren. Nee, van de naam Erpen-Meren. Want daar zijn nog andere fusiegemeenten. Er zijn negen deelgemeenten. Ja. Ah, ja, die we hier niet... Ah, ja, die ja. we hier natuurlijk onder niet andere, willen. Onder ja. andere Aichem, het dorp gekend van, bekende zanger. Hey. Jan de Wilde. Jan de Wilde. Hij wist het niet. Hij wist het niet, ja. wist het niet nee. En Brust, Bambrugge. Ottergem. Rondegem. Vlekkem. Baichem ook. Goed, een rijk arsenaal aan deelgemeenten. 99 stuks. Ja. Maar ik ging vaak naar Erpen, want daar was een Dido. Jeugdhuis Dido. Jeugdhuis. Ah, daar ja. woon ik eigenlijk recht ja. over. Ja. Waar ooit Mishamara kwam aanbellen. Aangebeld, ja. 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 Klopt. Voor de luisteraars van de vorige podcast. Allee, die sensationele anekdote kwam hier toen naar boven. Ja. Hè. Koen, je woont ja. nu in Antwerpen. Hè? Ja. Keer je nog vaak terug naar de Denderstreek? Toen dat mijn ouders nog leefden, wel. Ja. Nu wonen ze daar niet meer, omdat ze gestorven zijn. Ja. Maar laat dat vooral geen domper zijn. Nee, 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 nee. En soms vond ik in haar oude bekenden van de Giro om te gaan spelen. Theater in Aalst of in Emotia. Ja. Het culturecentrum van Erpen-Meren, Emotia. Erpen-Meren, E-M-O-C-I-A. Geniaal. Dat wist ik zelfs nog niet. Ja, je bent dan ook een echte media-insider. Ja, 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 ja. Ja, nee. Voor dat soort wist-je-datjes zit je hier natuurlijk op deze stoel. Op de A-lister stoel zit Barbara Serafian, die op een bepaalde manier verbonden is aan Gent. We weten niet hoe precies. Kijk je dan zo wat neer op die Erpen? Ik kijk op niks, op niemand neer. Ah, nee, want dat is een heel mooi gebied en een heel mooie streek om te gaan wandelen, denk ik. Ja. Ah, ja. En Emotia, ik vind dat zo schoon dat ik wil dat wel eens van dichterbij gaan. Ik speelde daar soms nog binnenkort. Ja, het is een heel tof nieuw... Ik vind het ook plezant om in plaats van naar de grote steden naar stukken te gaan kijken, ook juist landelijk te gaan. Ja, je hebt een ander publiek dat veel verbaasder is en verwonderd. Ja. Die laten het veel meer op zich afkomen, denk ik, daar dan in Wat de steden. Wat bedoel je daarmee? Die schrikken dan meer tijdens nee, een... Nee. Dat is zo minder de culturele elite die je nog eens komt kijken. Voilà, die zo. Staan daar niet mee opgetrokken neus. Urbane, cynische mensen. Die vind je daar. Die wij ook aan het worden zijn. Ja. Omdat we in Antwerpen wonen. Allee, ik zal voor mezelf spreken. Ja. Enkel voor jezelf eigenlijk. Ja. En omdat als dat nieuwe theaters zijn, die zitten zeer goed in elkaar, die zijn goed gebouwd. En de akoestiek is meestal beter. Hè? Ah, ja. Meestal wel. Meestal, ja. Maar in Emotia, wringt het schoentje een beetje op akoestiek gebied. Ja, toch? Ik weet het niet, ik ben er nooit geweest. Er mogen ook werkpuntjes zijn natuurlijk. Ja. Die mag dat is een werkpuntje. Het is prachtig daar, de foyer is prachtig, het ligt aan een meer, het is geweldig. Ja, dat is Erpen-sur-Mer eigenlijk. Hè, vandaar Erpen-sur-Mer. Maar de akoestiek kan wel beter. Ja. Ah ja, oké. En dan kan ik nu de podcast officieel openen met de officiële openingsvraag. En die kegel ik eerst jouw richting uit, Barbara. Hoe was jouw week achter de schermen? Ik heb zaterdag en zondag echt geen klop uitgestoken. Oh. Ik had ook een excuus, hè, met dat weer, dat stormweer en zo. Van, ik blijf binnen. En dan zo naar de klok kijken. Allee, om 3 uur beginnen kan mijn was. Om 4 uur doe ik mijn factuur. Allee, om 5 uur doe ik dat. En uiteindelijk heb ik dat iedere keer geprocrastineerd en is er uiteindelijk niks gebeurd. Dat is het weekend.
En voor de rest is dat vanaf de maandagochtend gewoon ja, in paniek de mails en telefoons afwachten. Want dan worden weer herinnerd aan uw verplichtingen. Als burger, je moet dat invullen, boetes invullen, snelheidsinboetes, je moet dat naar de post brengen. Je moet dat... Ze rijdt heel snel in. Ja, maar ik rijd mocht je zelf invullen ook, hoe snel dat je daarop reed of zo? Je kunt dat allemaal elektronisch doen, maar ik weiger om zo iets te snel mee te zijn met al die e-boxen enzovoort. Ah, ja. Met als resultaat dat er 3 enveloppen in mijn auto liggen zonder dat die gepost zijn. En dan moet je die nog snel op de post gaan doen en dan hang je er weer aan natuurlijk. No, whatever. Ik hang graag ergens aan. Hè. Laat mij ergens aan hangen. Hola. En veel boodschappen doen, mij bezighouden met een hond en veel werken. Ja. Wat houdt dat in deze week? Ik ben bezig met een paar dingen waar ik natuurlijk niks mag over zeggen. Ah, ja. Dat is een traditie in deze podcast. Ja. Maaike Kafmeij had 3 projecten waar ze niks over mocht zeggen. Dat was een record. Zal ik het zeggen voor haar. Zij is bezig met... Nee. Maar kun je erover gaan? Of heb je nu 1 project waar je niks over gaat? Ik moet nergens over gaan. Alleen dat ik in de breedte moet werken voor hetgene waar ik nu mee bezig ben. Dat neemt alles van mijn dag. Daarom heb ik 2 telefoons. Want hier voor de opname zagen we dus dat Barbara Serafian, hoewel ze beweert dat ze niet mee is met alle technologie, toch in bezit is van 2 smartphones. 2 smartphones. Linker oor, rechter oor. Ja. Ze hangt graag ergens aan telefoon, dus heeft ze er 2 gekocht. Nou, jezelf en zijn mensen ook. Ja. Koen, hoe was jouw week achter de schermen? Je bent zeer aanwezig op onze schermen dit najaar, onder andere de 12, Ferry de serie. Ja. Maar hoe was deze week specifiek? Theater. Aha. Je speelt momenteel de voorstelling Bloed. Klopt. Bloed is een creatie van ons gezelschap Lazarus. We speelden 4 keer deze week. Hola. Mm. Waar zat ik allemaal? Want dat vergeet ik een keer. Ah, Aalst, uiteraard. Ah, ja. Zaterdagavond was dat. En blijkbaar is er bij het stuk geen regisseur. Nee. Is dat vaak zo of is dat een eerder uitzonderlijk? In het theater is dat al een oud fenomeen. Laten we zeggen, toch zeker in onze contrijen. Collectieve werking bestaat eigenlijk al van half jaren 80. Ja. Dat is een ontstaan als verzet tegen de typische theaterhiërarchie. Ja. Waarbij de regisseur alles voor het zeggen heeft. En... Is dat altijd als er collectief in de naam zit, dan is dat zonder regisseur? Ja, maar wij hebben een soort derde oog ontwikkeld om te kunnen kijken naar de scènes waar dat we in zitten. En soms is het wel zo dat de acteurs die niet in de scène zitten, wat gaan kijken. Want dan lijkt me net het voornaamste dat de regisseur kan doen, is er echt buiten staan en zeggen van, oké, beleef dat heel intens, maar eigenlijk komt dat totaal niet over. Ja. Dat is zeker waar en dat is een belangrijk onderdeel eigenlijk van het werk dat wij nu ook bij elkaar leggen. Ja. Het is niet altijd zo dat een acteur dat zelf niet weet. Voilà. En dat wordt vaak eigenlijk toch onderschat. Hè. Barbara wil aanvullen. Ja, ik zie ze knikken. Ons vak is ook naar binnen kijken bij jezelf, terwijl dat je iets uitwendigs doet. En dat maakt juist voor een heel groot percentage deel uit van je job. Ja. Je spreekt hier ook een beetje als bijna als regisseur, maar je bent ook nog radioregisseur geweest. Ja, toch? Radiospotregisseur. Radiospotregisseur, toch? Ja. Wat houdt dat in? Dovie Keukens, is dat alles wat we hoorden vroeger toch, hè, maar dat is lang geleden nu. Hè. Dat was schattig, hè? Ja, dat soort dingen. Ah, ja, van die mini-gesprekjes. Ik heb iedereen zien passeren, van de Jan de Kleer tot Dora van der Groens, alle groten. Iedereen kwam binnen in de studio. Dat was deurdicht en zoveel mogelijk vuif. En met Koen ook veel. Ja. Je regisseerde dan Koen? Nee, Koen en ik hebben ook vaak in spots gespeeld. Hè? Ja. Schattig, hè? Ja. Hè? Ja, toen, dat voor dat. Waarvoor was dat? Voor You Name It. Jullie deden gewoon altijd schattige. Schattige, ja. Ja. Deze week maken we reclame voor een Audi. Ja, zoetje. Ja. Ah, ja. Jeff, hoe was jouw week achter de schermen? Ah, ja? Ja, Koen vertelde hier wel dat hij gespeeld heeft in CC de Werf in Aalst. Ja? Bloed, ik wou dat eens controleren, want ik was daar. Nee. Oh, en het klopt. Je was erbij. Ja, ja. Ja, ik ben dus zaterdag gaan kijken naar Bloed in het cultureel centrum de Werf te Aalst. Ja? En we staan bij achter de schermen gekend als dat we nooit onze mening geven over de mensen die hier zitten in hun werk. Nee. Omdat dat toch gevaarlijk is. Dat is gevaarlijk. Ja, we willen ook grijze, meningloze figuren zijn. Ja. Maar in dit geval ga ik toch een uitzondering maken, want ik vond het... Fantastisch. Je vond het fantastisch? Ja, ik heb echt heel de voorstelling in de stukken dat voor te lachen waren, echt heel uitgelachen. Ah ja, want er waren stukken om te lachen. Ja, vooral nee, het is een heel vooral de stukken met Koen de Graven waren wel echt heel grappig. Ah, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus ja, als je nog in een lokaal cultureel centrum, in een dorp lust, waar dat zo niet tussen... Ja, waar je nog je goed kunt schrikken. Zo. Ja, dus dat zou ik zeggen, ga ik allemaal kijken.
voor we dan nog echt helemaal verder gaan, kijk ik eigenlijk weer naar jou, want er is een rectificatie binnengekomen. Het is eigenlijk meer een clarificatie dan een rectificatie, want vorige week hadden we het hier genre over... een nieuwe subgenre eigenlijk in de rectificatiezone. Vorige week hadden we het hier over de Mia's, met de vraag of dat we onze, of dat die artiesten, of dat die zichzelf daarvoor moeten inschrijven eerst, en dat ze dan kijken naar alle inschrijvingen en dan een selectie maken voor de nominaties. En F. de Melix, die heeft ons een berichtje gestuurd, en die stuurt: de nominatielijst van de Mia's ontstaat door een bende professionals uit de muziek industry die elke categorie 3 mensen mogen kiezen om op de shortlist te komen. Ah. En op die lijst mag dan het volk eigenlijk, zoals ik vaak zeg, die mogen dan stemmen. En dat is wie dan op de shortlist komt, zijn de mensen die de professionals het vaakst kiezen. Dus het is niet zo dat ze zichzelf moeten inschrijven. Zoals hier beweerd door ons. Dus dat mensen zichzelf moesten inschrijven om een Mia te winnen. Ik heb een mail gekregen van de Mia's. Schrijf jezelf in. Als jurylid of als echt artiest? Ik heb hem niet verder gelezen. Nee. En dan krijg ik ook zo brieven van de plaatselijke supermarkt. Schrijf u in voor kortingsbonnen. Ja, bedoel, ik lees dat ook niet meer. Weet je, doe rustig verder met uw programma. Ik ga eens kijken naar mijn mail. Ja, doe dat. Achter de schermen. Ja, ondertussen wordt de mail bovengehaald, de kwestie. Het is een mail van de acteursvakbond, Playwright, en die zeggen: Mia's, schrijf je in en maak kans op een VIP-ticket. Ja, maar dat heb ik ook gekregen, maar dat is niet van de Mia's, hè? Ja, dat is om daar te mogen zitten. Ja, dat is om daar op de rode loper te gaan flaneren. Ja, dat willen ze dan, de acteurs, Ola, dat willen ze dan, de acteurs. Ja, flaneren. Is dat zo? Flaneren? Het is eigenlijk een bruggetje naar het thema dat ik nu wil aanhalen, want het is een historische aflevering van Achter de Schermen. Voor het eerst zitten we hier met 2 topacteurs. Dat is een unicum voorlopig in de geschiedenis van Achter de Schermen. Maar ik vraag me dan af, hoe vaak hebben jullie al samen op set gestaan? Toch een paar keer. Ja. Klam, maar hadden wij een vrijscène. Ja, zeker. Oh. 5. En jullie hebben ooit samen al een vrijscène gespeeld? Ah, we bespelen dat we vrij. Ja. En was dat een stomende of... onstomend. Ik weet alleen dat we naast het bed lagen en niet op het bed. Ah ja. Hard. Goed meekijken naar Koen. Ik probeer die beelden nog. Die heeft dat echt meteen verbannen. Heeft dat geclasseerd. Heeft dat gedaan. En is daarna... dat een trauma geweest? Zo dat soort scènes zijn altijd awkward. Dat is nooit... Je kunt niet doen alsof ze dat... Dat gaat niet. Dat moet zo... zitten doen Dat is altijd awkward. Nu, maar Barbara, je hebt ook al met Jeff op een echte filmset gestaan. Ik zelf was er ook op aanwezig. Ze maakte toen dat geluid wel niet. Nee, dat was toen niet. Het was minder stomend, maar niet minder impactvol. Zeker in jouw leven, Jeff. Want dat was 2 jaar geleden voor de vorige campagnespot van De Slimste Mens ter Wereld. Toen De Slimste Mens zo door de jaren heen werd getoond, was er ook een stukje, een segmentje dat zich afspeelde in de pruikentijd. Ja, niet te verwarren met de pruimentijd natuurlijk. De pruikentijd, En daarin speelde jij de pannen van het tak. Maar wie was daar ook een figurant in? Dat was Jeff. Een edele figurant, moet ik zeggen. Ja. Want... Je had een close shot. Ja. Wij liepen zo wat rond op die set. En toen heb je ook gevraagd aan Barbara of ze enkele tips had om beter te acteren. Ja. En wat heb ik gezegd? Wel, jullie hadden toen zo een beetje improvisatiemomentje. Ja, zo'n oefenscènetje. Ja, en toen zei jij, ik heb het hier genoteerd, toen zei jij: hier kan ik niet mee werken. Jeff geeft mij niks. Ja. Dat zou zeer goed kunnen, ja. Dat zou zeer goed kunnen. Ten eerste, omdat als je om tips vraagt, zit het al verkeerd. Ja. Een tip om te acteren, dat bestaat niet. En ik dacht, ik moet naar huis, maar ik had u anders een ganse namiddag een workshop gegeven, want ik doe dat graag. Dat voelde ik wel. Ja, ik was daar serieus om. Ik herinner mij dat. Want je was ook wel hard voor hem, maar dat is misschien deel van... Van het lessenpakket, hè. Van het lessenpakket. Dus van, eerst alles afbreken om dan te kunnen opbouwen. Hè? Nee, dat ga ik niet doen. Wat bedoel je daarmee? Je geeft niks. Je geeft niet, maar je wordt meer bezig met pakken. Hè. Een acteur die aandacht vraagt, dat is een van de minst genereuze mensen die er rondlopen. En daar voelde niks bij. Je ziet gewoon dat die een mens graag voor een camera staat en dat is dan het minst interessant om naar te kijken, want je krijgt niks. Is dat dan iets wat je moet leren op de toneelschool? Of is dat iets wat je van nature hebt? Dat is geen kwestie van een uitleg of van een tip. Dat leerde door scha en schande. Hè? Voilà. Als je in alle confrontaties met een medespeler elke keer alleen maar met je eigen bezonjes bezig bent, dan ga je op een duur eens een tik krijgen van: hallo, we staan hier met 2 te spelen. Alleen een acteur die alleen maar zelfvertrouwen heeft, is niet om aan te zien. Acteren, praten is luisteren. Ja. Als je luistert naar wat iemand zegt, dan moet je je tekst flauwkes kennen. Je weet perfect wat dat je moet zeggen. Ah, ja. Omdat je luistert. Ja. Je moet vergeten wie je bent.
En wat je gaat zeggen, je mocht dat niet voorprogrammeren, want dan komt dat er zo fake uitgeschikt uit. Tenzij dat je een zeer vermoeide dag hebt en zegt, ik speel hier op automatische piloot, ik ben aan het gokken en iedereen ziet het. Dan zit je een beetje aan het liegen. Ja. Maar als je het gewoon allemaal voor de eerste keer maar uitspreekt, dat moet je kunnen door schaam en schaamte. Dat is het boeiendste aan ons vak. En wat zijn de ergste dingen die een tegenspeler, zoals chef bijvoorbeeld, kan doen om het niet te laten lukken? Wat is eigenlijk echt vreselijk? Dat voor uw tegenshot, gewoon, ja, dat doe ik niet. Dan naar een trailer gaan. Ah ja. Daar zijn ook, allee, dat gaan we geen namen noemen, maar daar zijn legendes van acteurs. Ja. Dan gaat het natuurlijk, bijvoorbeeld als, en dan vooral duidelijkheid, het gaat over, stel, Barbara heeft een gesprek met Koen, de close zit op Barbara, en dan moet jij de tegentekst wel nog altijd geven, ook al ben je niet in beeld. Ja. En dan zijn er mensen die dat niet willen doen, bijvoorbeeld. Die verhalen bestaan, en die mensen hebben van, bestaan. Ja, ik ben niet in beeld, dus ik ga je niet Dus ik ben niet nodig. Want, ja, zo, weet je, de camera staat op Barbara, en kun jij dan zo wat rechts achter de camera was? En dan moet iemand anders die een tegentekst geven, zo'n een of andere assistent. Moet je dat, kun je dat niet voorstellen, toch? Als iemand dat doet, dan zeg ik, ja, maar ik heb ook niemand anders nodig, want ik ken hun tekst beter dan jij. Dat, hè, maar dat is heel plezant. Heb je ooit al moeten je tegentekst geven zonder dat er iemand... Hoe ga je maar? Liever zonder u dan als je zo in elkaar zit. Oh, tuurlijk. Ja. Want wat is er couranter? Het gewoon zeggen? Want ja, als je bijvoorbeeld een emotionele gesprek hebt, je bent niet in beeld, moet je dan ook echt daar snikkend zitten? Of is dat oprecht dan... is altijd best, denk ik. Hè? Oprecht. En dat is dan gedoseerd in volume, dat het een andere die ook nog een keer rekening moet houden met het visuele van zijn eigen, want niet elke acteur staat graag voor de lens. Ik sta bijvoorbeeld niet graag voor een lens. Gek genoeg, hè? Dat is raar. Dat is een rare. Maar zo zijn er veel collega's van mij die zijn, dat komt er ook nog bij. Dat vind ik wel opmerkelijk voor tv-acteurs dan. Voor... Ja, maar dat is het juist. Stel je voor dat ik zo heel de tijd zo hier een camera hou. Voor de luisteraar, dat zit op een vijftal centimeter van mijn gezicht. Ja, maar je voelt dat je authenticiteit verandert, omdat je zo, dus als je gewoon een scène speelt, ineens komt daar zo'n camera. Oké, doen we maar die scène met Barbara. Maar dan met een camera op 5 centimeter. Zelfbewustzijn wordt echt uitgelicht. Dat is wat ik doe als ik jonge gastjes lesgeef, cameratechniek of camerabewustzijn. Ik pak inderdaad een schoendoos, hè. Dat is een even grote zwarte doos. En je ziet dat die in elkaar krimpen, omdat dat derde oog, dat rare oog, je begint daar zelf door te kijken en alles is fout aan u, als je wilt. En dan staat hij echt met zo'n schoendoos met wc-rolken in, zo voor die... En dat wc-rolken is er dan weer te veel aan, hè. Ja, dat is de lens, Dat dat plezant is om te maken, hè. Ja. Met wc-rolken. Je kunt dat ook doen. Zo, met mijn lief doe ik soms een spelletje zo, dat je iets moet acteren, of zo, iets liegen. Lieg nu eens en kom binnen en zegt er is buiten een ongeval gebeurd. En dan vanaf dat bewust is, dan kun je dat niet spel meer. Thuis. Vertel een leugen. Omdat dat dan wordt dat ongemakkelijk, want je moet dat dan doen en dan wordt dat slecht. Terwijl als je gewoon een leugen zou vertellen zonder de aankondiging, gaat dat veel beter. Ja, omdat het woord leugen, dat past echt niet bij een acteur. Nee, maar ja... Ik gebruik een voorbeeld uit mijn eigen leven. Hè. Nee, ik bedoel maar. Het is een leugenachtige leven. Ja. Wat is dan zo'n leugen die dan moet verteld worden? Je mag het kiezen. Buiten is er iemand met zijn fiets gevallen en komt binnengestapt. En dan ook met de deur open doen. Zo. Er is buiten iemand met zijn fiets gevallen. En dan hebben jullie dat nepgesprek met elkaar. Ja, ik vind dat dan grappig, omdat gaat dat dan zo heel slecht... Gaat uw lief dan meeliegen? Ja, zij moet dan binnenkomen en zegt dat er buiten iemand met zijn fiets gevallen is. Ik moet het geloven. Maar ik veronderstel dat jij ook soms moet beginnen. Nee. Ja. Ik kom dan zo, ik doe dan de deur open en ik zeg, moet ik eens zien? Er is dat buiten iemand met zijn vel gevallen, zeg. Dat is pranken. Ja, maar je moet dat zo geloofwaardig mogelijk zeggen. Afgesproken pranken. Ja? Nee? Zo, ja, alsof dat waar is. En wanneer eindigt zo'n spel? Als naast het bed, hè. Ja, steamy. Schatje, jij kunt supergoed liegen. Vind ik zo leuk. Ja, dat vind ik mij op. We hebben hier al in deze podcast een aantal zaken uit het acteursjargon geleerd. Onder andere een Italienneken doen. Van Jeanne Bervoets. Jeanne Bervoets heeft al ons verteld. De raccords, dat heeft vorige keer Maaike Kafmeijer uitgelegd. Ja. Zijn er nog van die zaken die we moeten kunnen, woordenschat die we moeten kunnen hanteren om echt zo met topacteurs te kunnen praten? Oh, ik vind er ook wel een paar uit, zoals een takotak, maar dat is Frans. Een takotak? Gaan we een takotak doen? Takotak. Dat is gewoon... Of bijvoorbeeld kiezen om een scène te spelen zonder veel te veel emotioneel gewicht. Gewoon takotak. Hoe is het vandaag? Goed met u? Maar, en dat is even gelaten. Dat is toch een Italiaanse doen? Nee, een Italiaan, dat is als je repeteert om je een tekst te kennen. Als je werkelijk een scène wilt spelen die eigenlijk allemaal die stiltes en die zwaarte niet nodig heeft. Zelfs al is het dramatisch. Mijn hond is dood. Ah ja, hoe komt het? Ja. En wanneer? Gisteren. Dat is even dramatisch als... Mijn hond is dood. Hoe komt het? Ik weet niet. Dus de takotak is dan scène oefenen zonder emoties. Nee, niet oefenen, spelen. Spelen. Mijn hond is dood.
Hoe komt het? Ik weet niet. Oké. Het is even dramatisch. Ah, ja. Dat noem ik een takwa-tak. Ah ja. Maar dat is ook wel om op te nemen, die versie. Ja. Dat kan. Ah, ja. Dat kan. Ah, ja. Maar dat is iets Frans. Ja. Oh, du takwa-tak. Dat is gewoon van zonder kak. Ja. Ah, zo vertaal je dat. Ja. Van er ene kak ronddraaien. Mijn kak is kakko-kak. Kakko-kak. Takwa-tak. Ah ja, dat is wel bijzonder. Nog, hoor. Ja. Huh? Voet ons maar. Ja, we leren graag bij. Hè. We noemen dat soms ook markeren. Hè. Maar als het een Italiën is, is ook dat. Hè. Gewoon even dus eigenlijk van, laten we zeggen, beat naar beat gaan in een scène of zo. Ah ja. Van, even tjik, 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 dan, en dan zit je daar, en dan zit je daar, en dan ga je daar. Oké, is goed. Van beat naar beat, wat er allemaal gaat gebeuren. De belangrijke momenten. Ja, twee belangrijke momenten in die scène. Even, chef staat te koken, dan komt zijn lief binnen. Die schreeuwt van, oh nee, er is een fietsersreden. En chef riposteert daarop van, allee, hoe kan dat nu? En zij zegt, ja. En dan binnen, mijn hond is dood. Hoe lang is dat? En dan gaan ze allemaal naar de slaapkamer. En leggen ze naast het bed. Ja, en draaien ze een kak rond. Ja. Zo, dat is de... Dat is markeren. Nu waren we eventjes aan het markeren. Vrij goede scène wel. Dat is eigenlijk... Ja, toch? Ja, ja. Toch wel. Interessant. Ja. Toch? Takwa-tak markeren. En dan zijn we gekomen aan het showbiznieuws. Een vast segment. Even iets luchtiger. Zo, ja, even iets luchtig. Hè. Was het dus waar? We zijn even in de diepte gegaan. En nu gaan we weer richting oppervlakte. Ja. Ja. Vorige week werd het segment gedomineerd door de muzieklegende Jimmy Frey. Jullie kennen Jimmy Frey van onder andere Sarah Goss. Ah ja. Ja. Je kent die wel. Hè. Ja, maar dan eerder negatief, want hij stond in de dag allemaal omdat hij teleurgesteld was dat er zo weinig over hem nog gepraat werd. Och. Ja, dus dat was wel jammer. Vonden wij verschrikkelijk. Helaas stond er nieuws over hem in de boekjes. Dus ben ik dan in de interview van vorige week nog een keer gaan herlezen. Ja, ik zag u zitten en ik zeg, maar zeg je dat interview nu nog eens aflezen? Ja, ik ben nog een keer in de dag allemaal. En, want ik realiseerde me dat we niet genoeg hadden beklemtoond hoeveel platen Jimmy Frey effectief heeft verkocht. Ja, al die vast. Hè? Ja, dus hij vertelt, ik heb effectief heel veel platen verkocht. Ah ja, kijk toch. In totaal 2,5 miljoen singles. Vooral in het begin van mijn carrière had ik hevige fans. Er waren Wiltura-fans en natuurlijk ook Jimmy Frey-fans. Het waren twee clans. Een beetje zoals de fans van The Beatles en de Rolling Stones. Ik was meer rock, zoals de Stones, rebelser. Wiltura was zachter, bracht meer pop, zoals de Beatles. Weet je, ik gun het Wiltura trouwens dat hij eind dit jaar een groot eerbetoon krijgt in het Sportpaleis. Hij is en blijft een grote meneer, dus hij verdient dat. Maar mij zijn ze blijkbaar vergeten. Dat is pijnlijk, hè. Tot welke clan behoorden jullie? Beatles? Dus dat wil zeggen eerder Wiltura. Dat zal dan in Jimmy Frey zijn manier van denken. Toch weer tegen Jimmy Frey dan eigenlijk. Ja, ik vrees dat... Anti-Jimmy Frey. Bij mij was het wel een beetje met inhaalperiodes. Want als je gans je jeugd vergeet Barbara naar je kop gesmeten krijgt, dan denk je, fuck Wiltura. Maar we hebben dat bijgelegd, Wil en ik. Oh. Ik vind het een prachtlied. Zou Jimmy Frey eigenlijk nooit opgetreden hebben op de dorpsfeesten in Erpenmeren? Want zeker daar is het toch regelmatig. Ik denk dat dat bij ons meer Mishamara was. Mishamara, weet ik zeker. Die heeft daar ooit klooster. De weg ook eens gevraagd. Ja, ja. Dat had misschien binnenkort nog eens een emotie, alhoewel dat een akoestiek daar lelijk tegenvalt. Ja. Dat andere icoon, comedian Geert Hoste, die seert deze week de cover van de Primo. De godvader van de Vlaamse stand-up comedy zit nu 7 jaar na zijn afscheid pas in hoe groot zijn carrière wel was. En hij strooit met de ene anekdote na de andere in de Primo. Hij vertelt, ja, zo werd ik ooit uitgenodigd voor de opening van de Louis Vuitton-winkel in Antwerpen. En de manager van die winkel zei me, meneer Geert Hoste, hier is mijn kaartje. U mag me dag en nacht bellen. Als u wil komen shoppen, sluiten wij de winkel wel voor u af. Wow, dat is Geert. En heeft daar geen gebruik van gemaakt? Nee, Koen, heb jij ooit al de winkel laten afsluiten als je chacos wou Ik kan soms wel winkels bellen om 3 uur 's nachts. Van, ja, ik heb mijn zin om een chacos te kopen, maar dat is dan meestal als ik op post-carnaval ben. Of zo. Van een chacos. Ga je daar eigenlijk soms nog naartoe naar carnaval? Dat is al wel lang, is het geleden. Lang geleden. Eigenlijk van de opnames van de Helaasetter Dingen. Ja, ik heb dus nog eens naar de Helaasetter Dingen gekeken in ter researching van deze podcast. En ik zag wel een grote fout in verband met carnaval. Jullie stappen in Vuil-Jeannette de deur uit en alle bladeren hingen nog aan de bomen. Dat is eigenlijk een fout in de film. Ja, dat klopt. Dat is in de zomer. Heb je dat ergens gelezen of zelf opgemerkt? Nee, ik zeg, dat is zomer. Maar chef is natuurlijk zomer. Een vervent Aalst carnaval. De film is opgenomen in de zomer. Ja, dat zie ik. Nu, de beelden van carnaval zijn natuurlijk... Ja, die zijn op echte carnaval. Die zijn echt, hè. Ja. Maar daar zit dus een leugen een shot in die film. Echt, ik kan eigenlijk alleen maar nu toegeven... De film Helaas ter Dingen is een leugen. Een leugen. Ja, het is niet waar gebeurd. Dankbaar voor acteurs. Helaas. Ja. Helaas. Ja, helaas. Is het zo? Hebben jullie ooit al als
toch wel twee grote personen uit de Vlaamse acteurs, ja, gilde. Ja. Ook ooit al voorkeursbehandelingen genoten? Ja, op de Mias kunnen ze, als ze een mailtje, als ze een mailtje terugsturen, maak je kans op. Maak je kans op, VIP treatment. Ik heb ooit al wel een keer, om op je eerste vraag te antwoorden, op je vorige vraag, een keer een trailer gehad. Wat? Een trailer. In Ierland was dat. Voor de film Broer. Want dat is niet dat gebruikelijk. In Amerika heeft iedereen dat. Ja. En hier is dat ongebruikelijk. Hè? Hier moet je soms omkleden in hokjes dat je denkt... Oh. Wat is dat hier? Maar dat heeft zijn charme. dat is echt... Ja, wat is dat hier, zeg? Ja, daar sta je dan. Ja. In je onderbroek. In Dag Allemaal werd mijn aandacht getrokken door de titel Vlaamse superfan opgelicht voor duizenden euro's. Die superfan is niemand minder dan de voormalige burgemeester van Dilbeek, Jeff Valkeniers, ook wel bekend onder zijn bijnaam Jeff Lawijt. Hij is een zeer grote fan van de Duitse slagerzangeres Helene Fischer. Bij onze Oosterburen is ze zonder twijfel een van de grootste sterren met hits als Atemloos door die nacht. Maar ze geniet ook bekendheid onder Vlaamse liefhebbers van het genre. Zo ook burgemeester Jeff Valkeniers. Jeff Lawijt. Zo ook bekend als Jeff Lawijt. Die bijvoorbeeld via Facebook en WhatsApp lid is van meerdere Helene Fischer fanclubs. Maar niet alle mensen achter die groepen hebben goede bedoelingen. Nee, natuurlijk. Dat heeft de ereburgemeester van Dilbeek nu aan de lijve ondervonden. Eerst betaalde hij €500 om lid te worden van zo'n fanclub. Daarna kreeg hij een VIP management ticket van €1.500 aangeboden. Goed voor een plek op de eerste rij van een concert, plus dinertje met Helene Fischer en een kamer in een chic hotel. Maar ik heb dat ticket nog altijd niet gekregen, vertelt Jeff Valkeniers, die inmiddels beseft dat hij opgelicht is. Dat hij gefischt is. Ja, heel goed. Mooi. Hey, heel goed. Hey, ja, blijkbaar is die oplichter zich nu al te richten op acteurs om ze op de Mias te krijgen met een VIP-treatment. Ongelooflijk. Je luistert nog steeds naar de meest speelse mediapodcast uit het Vlaamse gewest. Achter de schermen. Week na week ontplooit zich hier een soort van drama. Of een gevolgverhaal. Ja, vervolgverhaal. Een vervolgverhaal, waar wij nu ook gevolg aan geven. Ja. Want dat is natuurlijk hoe wij staan met mevrouw Bongers. Hè? In verband met het voortbestaan van deze podcast. Van deze podcast. Komt er een seizoen 3? Ik weet niet, het is een soort van true crime, meeslepend verhaal. Ja, we vallen van de ene plotwending in de andere. Ja. En de laatste plotwending was eigenlijk een soort ultimatum dat mevrouw Bongers, de programmadirecteur van Play Media, ons had gesteld. Ja. Want ze had eigenlijk gezegd van, ik wil zien in welke mate jullie fanbase echt een derde seizoen wil van achter de schermen. En daarvoor had ze ons gezegd van, het social media bereik moet naar omhoog. En jullie moeten eigenlijk 10.000 Instagram volgers hebben tegen volgende week. We hebben daar 2 weken de tijd voor gekregen. En dan zou ze er het mogelijk overwegen om dat derde seizoen echt te bestellen. En alsnog, zo de bestelbon te vullen. Is dat zo duur? Ja, nee. Het is echt gewoon, bijna denk ik een principeskwestie voor haar. Het succesvol genoeg is. Ja. Ja. Want je kent ze een beetje, mevrouw Bongers, toch? Ik ken mevrouw Bongers, ja. Wel, dan weet je ook dat ze vrij meedogenloos is in haar beleid. Dat zou zeer goed kunnen, maar ik denk dat ze u uitdaagt en dat is wel een mooie challenge. Wel, ze heeft toch zeker een challenge, maar is de challenge aan het lukken? Vorige week hadden we 8200 Instagram-followers. Ja. Ik heb nu gekeken net voor de opname hier op de teller en we zitten aan 9310. Hola! En dat lijkt wel een signaal van God. Oh? Want het getal 9310 is ook de postcode van Baardegem. Hola. Een dorp dat hier vaak aan bod komt. Ja, in naast deze podcast. Nu Erpenmeer hebben we nu precies een nieuw dorp gevonden. Dat is 9420, dat is misschien voor morgen. Maar voorlopig, dus 9310. En dat wil het eigenlijk zeggen dat we nog toch nog een tandje moeten bijsteken. Dat we nog 690 volgers moeten vinden. Voor volgende week. Om enigszins kans te maken op een derde seizoen. Ja. Want volgende week valt waarschijnlijk het doek of is er feest. Ik vind het zeer spannend. Wat is uw vraag? Wat kunnen we doen? Volgen, hè. We zijn gekomen aan een spannend segment in deze podcast. En dat heet het mediageheim. Oh. Want de media-insider aanwezig aan deze tafel vertelt stevast een mediageheim in deze podcast. En deze week is onze media-insider, die zit hier natuurlijk naast me, Koen. Wat is jouw mediageheim van deze week? God, niet van deze week, hè. Ja, maar dat je deze week vertelt. Het moet niet per se deze week gebeurd zijn, hè. Nee. Als ik dat zou vertellen, dat zou nogal... Roddels? Ja, ik heb een ding gehoord over Jimmy Frey. Jij kwam erin voor, trouwens. Koen, je weet dat ik erop aan het wachten was, hè? Ik dacht, waar blijft hem? Nee, dat gaat eigenlijk over...
Een interessant weten over de helaasheid. De leugen eigenlijk, gekend. Helaasheid er dingen, de film waarin dus leugenachtig geportretteerd werd. Dus dat carnaval in de zomer zou vallen. Ja, ja. Wat niet waar is. Echt pertinent gelogen is. Ja. Zoals de rest van die film eigenlijk. Maar wat dat er wel waar is, en dat is dat op een bepaald moment, tijdens de draaiperiode van de laatste ter dingen in 2009, dat ik een telefoon kreeg van een van de producers. Die zei, we hebben een probleem, want er moet nog een extra draaidag komen. We zijn een scène vergeten filmen. Ik zei, dat is geen probleem, ik heb mij toch vrijgehouden, die periode. Dus die maandag voormiddag werd dat dan gedraaid, maar de schminkster, make-up artiste in kwestie, die zei, nu heb ik wel uw snor vergeten. Ah ja, die zit nog ingepakt. Die had een zeer borstelige snor. Ja, dat was een enorme knevel. En mijn bakkenbaarden ook en een pruik en zo. Dus die... Barbara kent dat verhaal. Maar dus de snor is, dat wat, is ietsje minder, maar je gaat dat niet zien, zei Adriana. En die, sorry daarvoor. En zo, ik zei, voor mij is geen probleem. We zullen eens checken en zo. En ze deed dat. En zei, je gaat dat wel zien. Ik kijk in de spiegel. Met een beetje chance gaan ze dat niet merken. Ze gaan dat sowieso niet merken. Geen probleem. En ze had stress. En af en toe kwam er nog eens iemand anders kijken. Zo. Oké, je gaat dat wel geloven. Ik keek zo mij aan en met een lichte glimlach. En denk, oké, iedereen is blij vandaag. Ze had ook echt stress omdat zij die snor verloren was. Zij dacht, het is alleszins mijn fout. En zo vertellen ze dat. Ik ben de snor kwijt. De fameuze snor. Ja. Maar ik heb snel van het weekend doorgewerkt en zo, omdat ik ook laat hoorde. Extra draaidag en dus zo. Dus een nieuwe snor. En dan moest ik in mijn facteursoutfit, wat ook een leugen was natuurlijk, mogen we rondtrainen, bergop, bergaf en zo. Ja, we gaan dat nog eens doen. Oké, goed. En 's middags werd die snor dan terug afgedaan, want ik had die in de namiddag niet meer nodig. En het was allemaal gelukkig. Iedereen blij, maar ik weet nog wel, achteraf, dat veel mensen kwamen kijken naar, is het wel, gelooft wel en zo. En meer aandacht dan anders voor de snor. In kwestie, ja. En dan was het rapfeestje daar, na de opnameperiode van de film, van de leugen, de helaas der dingen. En daar werd er dan geprojecteerd, het waakproces, en het was vrij plezant en zo. Een soort achter de schermen. Eigenlijk een achter de schermen van... Was het met foto's en zo? Van... Met video. Video. Gefilmd, de making of. Ja, een beetje. Ja. En op een moment werd er nogal lang ingezoomd op het plakken van die snor, van die bewuste dag. Mensen die kwamen kijken. En ik zag zo allemaal interviews met verschillende medewerkers. Van geluid, van beeld. Beeld, hè, wat er allemaal bij komt kijken. Decor. En die zeiden van, bij mij was het vanuit mijn neus. En anderen zeiden, bij mij was het vanuit onder mijn oksels. Ja, bij mij was het toch van in mijn schaamstreek. Lulut. En iedereen was zo naar mij aan het kijken. En ik was zo aan het denken, maar waar gaat dit over zo? En dan zag je zo Diana... De snor maken van dus het schaamhaar en oksel en neushaar van alle medewerkers. En dat was een prank. Ik heb eigenlijk rondgelopen met okselhaar en schaamhaar en neushaar van alle medewerkers van... Was er ook echt van... Echt het fiets. Holhaar? Zie ik u denken? Ja, je ziet het mij denken. Natuurlijk was dat. Ja. De tijd dat we stoppen met al die leugens, natuurlijk. Ja. Natuurlijk was er ook holhaar bij. Natuurlijk was er holhaar. Holbaard. Ja. Holbaard haar. Zat ook in de snor. Het was een van de beste scènes. Als de scène zit er wel effectief in. Uiteindelijk is die scène, dat was niet de bedoeling, maar de shot is gebruikt. Het was zo goed. Ja. Je speelde zo goed met die snor als herboren. Wel, dat shot dat erbij gekomen is, bleek zo schoon te werken in de montage. Ja. En dat is eigenlijk wel een prachtig beeld geworden. Prijswinnende beelden. Ja. Dat is een verhaal dat buitenstaanders ook kennen. Het is wel al eens... Het is rondgesluimerd, het is nooit slecht om het nog eens op te raken. Ja. Ik weet nog wel dat ik hard stond te lachen toen dat gebeurde. En dat mensen naar mij kwamen, wisten we lachen. Maar we zijn wel ver gegaan. Maar nee, de max. Het feit alleen al dat iedereen daar zo tijd in steekt. Ja, laat dat is... Mooi mediageheim. Ik vind het eigenlijk wel... Voor je rol die je daar had in de helaasheid der dingen, Celle, Marcel, daarover heb ik ook gelezen dat je best wel voor die rol diep bent gegaan, want je was Celle toen de camera draaide, maar ook toen de camera niet draaide.
Met andere woorden, je deed aan method acting. Dat je ook, bijvoorbeeld als je naar de cateringtafel liep, was je ook nog steeds de toch relatief alcoholverslaafde cellen. Nee, als het gaat over alcoholgebruik, dan kan ik wel toch tegenspreken. Dat tegenspreken. Nee, nee, nee. Maar bedoel, je was wel je personage. Ja, maar ja, dat zijn fabels. Ja. Oh? Met het acting. Na de leugen, de fabel. De laatste per fabels. Nee, 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 ik denk wel, nee, ik weet wel zeker dat die spelers bestaan of die acteurs bestaan. Ja. Als je denkt aan Joaquin Phoenix of zo, dat is echt geschift hoe ver dat die gaan. Ja. Maar het feit dat je met je pruik aan en in je kostuum naar de cateringtafel gaat, maakt van u nog geen method actor. Ja, maar dat is dus niet waar. Nee, nee, ik vond dat wel ingrijpend. Ik vond dat zo plezant om te doen. Dat werd opgenomen in de prachtige wandelstreek Erpenmeer. Ja, 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 ja. En omstreken. Ja, ja, ja. En dat dialect was van mijn roots. Ja. Dus natuurlijk pakte daar ietsje meer mee van naar huis, maar dat wil eigenlijk alleen maar zeggen, ik ben nog 2 uur aan het nagloeien van plezier. Of van ja, op de set, maar met het acting, wat mij betreft, mijn ol. Want inderdaad, ja, ja, niet over method acting. Het moet natuurlijk niet zo grotesk zijn. Je kunt bijvoorbeeld ook inderdaad, als je een emotionele scène moet spelen, dan kun je doen alsof je geëmotioneerd bent. Nee, nee, of je nee, kunt ook gaan graven naar herinneringen van jezelf om net heel geëmotioneerd te worden. Dat is dubbel, ja. Zelfs op het podium ook. Ja. Geloofwaardig zijn is iets anders dan liegen. Hè? Dus ja, in die zin, liegen, daar ga je het eigenlijk niet over. Behalve als je in je relatie af en toe is moet pranken. Of dat dat een spelletje is. Ja. Je kunt ook voor een camera de trucken gebruiken waardoor dat geloofwaardig overkomt. Hè? Je hoeft niet altijd waarachtig te zijn in een emotie. Ja? Maar ja, je moet je wel bewust zijn als speler dat de tekens die je uitzendt genoeg zijn om de anderen te laten geloven. Dus dat vind ik het enige raakvlak met theater. In theater kun je zo van de pot groot gaan als dat je wilt. En toch gaan mensen dan nog in mee, omdat die codes gezet zijn gedurende een avond. Dus dat is het lollige van theater. Ja. Film is soms zo fucking boring, omdat je altijd correct moet zijn in die geloofwaardigheid. En ik vind dat tof om daar dan wat mee te spelen. Ik vind dat er veel te weinig scripts zijn die van de pot zijn in film of in televisie. Ja, 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 het wordt moeilijk als alles logisch wordt. Ja, ja. Ik wil gevaarlijk zijn. En voor zover dat we dat hier gevaarlijk niet als Barbara en ook niet als personage, want ik wil wel de regels volgen, maar ik wil dat niemand weet wat ik ga doen. Ja, ja. Dus te veel repeteren is alles al weggeven. Ik wil niet dat mijn tegenspeler perfect weet hoe dat ik het ga doen, omdat we het zoveel keer gerepeteerd hebben. Ik wil dat iedere keer blijven onderzoeken. En dat is meer techniciteit dan dat je zit te graven in je verleden. Hè. Of mijn hond is dood, mijn moeder is dood. Ik heb dat allemaal geprobeerd, maar no way dat ik mijn moeder ga betrekken in mijn job vanuit haar graf. Waarom zou ik dat doen? Trouwens heb ik personages gespeeld die belangen nog niet zoveel meegemaakt hadden als ik zelf. Ja. Dus waarom zou ik mijn waar diepe emoties... Hè, bedoel, vermoeidheid is soms al iets. Hè. Je bent om 5 uur opgestaan, je hebt door de regen gereden met witte camionetten in je achteruitkijkspiegel. Je komt met een harte klop toe. Ergens in een bos waar dat je jezelf nog moet parkeren. Gewoon. Dit is al genoeg om tranen te krijgen voor een liefdesscène voor mij. Ja. En koffie die koud is. Ja, ja. Dat is genoeg voor mij om te zeggen, ja, tranen heb ik wel. Ja. En ook een lach. Ik ga geen lach veinzen op mij alleen als mijn tegenspeler daar staat. Ja. Waarom zou ik dat alleen doen? En een ander heeft daar niks mee te maken. Dat is hem uitsluiten. Ja, ja, ja. Doe mij lachen, doe een mozel, laat een scheet. Dat is, Koen kan dat. Koen kan iedereen... Ja, op commando scheten? Nee, nee, dat nu niet. Nee. Maar Koen, kan wel... Mijn nonkel die kon namelijk. Ik had dat graag geërfd. Snap je? Ik wil Koen nu niet... Sla de generatie over. Hè. Mijn kinderen kunnen dat ook. Nee. Je had het daarnet over tranen. Ik heb ook van jou, Koen, eens gezien in een interview dat je voor bij de opnames van de 12 op een gegeven moment uitgehuild was. Ja. Je had geen tranen meer over. Nee, dat is waar. En dan de VIX, hè. Hoe heet dat? Zo'n VIX-stick. Dat is met een stick. Bijvoorbeeld zo'n een prachtige... Een blazer die zo in je oog komt. Hè? Met munt. Met munt. Wordt dat geregeld gedaan of niet? Is dat wel. Dat is geen taboe onder acteurs zo, dat je zo stiekem... Dat ze dan een VIX-stick nodig heeft. Zo, nee, stiekem niet. Dat is openbaar. Iedereen wacht. Totdat de make-up chef... Dan heeft... Wacht. Oké, klaar, actie. Ze komen. Ja, dus dan wordt er daar zo met zo'n stick in gezeten en dan...
Ja, dan is dat het effect ja, van op het juiste moment een traan zien rollen. Ja. Ja. Oh, dat is fantastisch. Ik denk dat van alle tranen die wij allemaal samen hebben zien rollen in de grote films, dat daar gewoon 99% tijgerbalsem, de spanning op dat moment, hè, de spots draaien, staan er, de camera draait. Het is super warm in die studio. We zijn al 17 uur aan het werken. En dan nu die emotionele scène, dan denk je, ik heb krampen in mijn darmen gewoon van te zitten. Ja. Ja, kom hier, stichtje, huilen, traan is er, up. Maar je kunt ook wat tijgerbalsem gewoon in de hoek van uw traantje. Ah, ja. Dat zie je soms. Als je soms goed kijkt, zie je dat er zo... Ja, een beetje vet. Een beetje vet, een beetje glimt. Ja, ja. Omdat dat een heel vettig crème is, dat je zo daarin doet en dat... Ja, maar ik weet nog wel, met dus de 12, ik kan dat niet zo goed timen. En dus de longshots waren allemaal al gedraaid en de emotie overmande mij. Hè, en alles kwam eigenlijk samen. Ja. En dus mijn tranen waren echt op. En dan ging we gaan nu de close draaien. Oké, goed. En ik voelde van, die zit niks meer. Dus dat, ik dacht, als je daar akkoord wilt hebben, stel, hè, want je ziet mij daar in de verte en je ziet echt... Brrrt, en dan kom je dichtbij en dan zie je... Hè, meestal is dat nog... We doen de close na de middageten. Ja. Het wordt vaak gedaan dat van ruimer naar close wordt gedraaid. Dat is even, meestal, eigenlijk zou je dat moeten weten. Eigenlijk, soms vragen wij dat wel. Ja. Eerste close. Ja. Ik ben daar nooit genoeg voor op mijn kivief. Maar dus ik zat wel met de gebakken peren. Hoe geet is middags? En dat slaat op de maag, gebakken peren. Dus als ik mocht scheten laten voor die emotionele scène, dat was wel gelukt geweest. Maar daar ging Barbara van genoten hebben. Ja. Als het erbij was. Ik zou gelachen hebben. Ja. Wat zegt de regisseur dan op zo'n moment van, als hij die meer emotie wil, zegt hij dan zo van die, denk aan je verleden? Nee, als hij dat doet, krijgt hij. Mag die van zijn vakken verleden maken? Nee. Dat is geen aanwijzing. Wat komt eigenlijk meer voor als er zo regie wordt gegeven bij zo'n series? Is dat dan eerder 2 seconden later beginnen wenen? Of is dat eerder poëtisch zo? Want wat hebben we eens meegemaakt dit jaar op de spot van de slimste mens? Dan zei de regisseur, en we gaan dat opnieuw doen, maar met meer vlinders. Maar dat is Jan Matthijs. Dat is inderdaad Jan Matthijs, ja. Jan gebruikt de ganse zo in Paradisa, of wat is het? Paradisa. Paradisa. Nog reclamespotjes gemaakt voor Paradisa, of niet? Zegt schaat. Gaan wij naar Paradisa? Het is wel Paradisa. Ik denk dat dat nog een bestaande spot is. Ik weet het niet, ik denk dat bij de overgang van vroeger heette hoe is het nu? Paradisa. Ah, wel, vroeger heette dat anders. Ja. Werd dat anders uitgesproken. Weet ik het echt niet. Hè. Ja, dat kan ik nu zo niet zeggen. Maar bon, dus er is dus inderdaad de bekende regisseur Jan Matthijs en die zegt dan, en nu met meer vlinders. Vlinders wil zeggen, maak het licht, heb er plezier in. Ah ja. Denk ik dan. En begrijp je dat dan altijd? Of is dat, heb je ook soms dat je zegt, nu mag het wel iets concreter hoor. Nee, dat hoeft niet. Nee. Wat is de meest opmerkelijke aanwijzing die jullie al hebben gekregen? Oh, daar heb ik nog niet over na. Ah, ja. Terwijl hij nadenkt, Paradisa heette vroeger Vogelpark Paradisio. Snapte? Dus jullie lachen. Dus het zal waarschijnlijk bij deze is dat gerectificeerd. Ja. Al in de uitzending. Instant rectificatie. Dank je wel. Ook een beetje clarificatie. Nooit gebeurd eigenlijk. Ja. Opmerkelijke aanwijzingen. Om dat heeft te maken met de context. Hè. Dat kan ik nu niet meer zonder die context. Ja. We hebben al kont haar gehad, maar nog geen context eigenlijk. Dit is het. Wordt dat niet soms gedaan zo dat de acteurs ook de regisseur zo'n beetje gaan testen? Zo? Waarom? Dat is toch tijd- en energieverlies? Ja, we hebben hier zoiets een verhaal gehoord. Maar dat zal wel bestaan. Van, het is meer internationaal. Zo van die heel grote die acteurs. Bij Cillian Murphy. Hè? Ja, dat hij zei dat hij zo in het begin zo heel, bijvoorbeeld bepaalde aanwijzing niet zo serieus nam. Of zo. Als de regisseur zegt, oh, zo dat keer zo speelt, dan denk ik, dat zullen we dan wel nog zien. Of zo. Tim, als je die een beetje kent, die geeft ook nogal eens aanwijzingen, hè? Ja, is dat? Allee, ik ken hem dus niet persoonlijk, maar dus mijn vrouw heeft daar al regelmatig mee gespeeld. En dus dat zijn aanwijzingen. En dan denk ik van, wat? Maar wat bedoel je dan zo heel specifiek? Zo? Ja, dus nu, hè, dus ik ga je een vraag stellen. Oké. En ik ben nu te midden. En dan moet jij reageren alsof dat je een pot choco open doet. En dat ruikt echt naar kak. Zo'n dingen. Ja, dat dus is, dat je, dus, en dat is een zeer specifieke vraag. Dus ik kan me zeer goed inbeelden dat Cillian Murphy denkt van, wat is uw aanwijzing? Maar dus als je die raccord goed opgebouwd hebt, dat zei Arjan ook al, dan is dat heel plezant om helemaal à côté de la plaque, gewoon eenmaal naast de kwestie iets te spelen. Dus iemand vraagt u iets en je denkt, heeft hij nu, maar die stinkt. En dus de reactie op die vraag is, wat voor een vraag stelde jij me nu? Maar eigenlijk is het gewoon puur
Een gefantaseerde... Ja, ja. Dus dat soort dingen. Maar dat vind ik wel gek, zodat er inderdaad soms aanwijzingen worden gegeven die totaal niks met de scène te maken hebben, maar eerder... Het effect willen beogen. Je gebruikt wat je wilt op het moment. Alles wat dat werkt. Ja. Hebben jullie dan zo standaard dingen ontwikkeld voor jezelf? Nee. Je komt daartoe als een intuïtief wezen zonder... Maar ja, omdat je zegt van soms, als je heel moe bent, dan speel je zo wat op automatisch piloot. Nee, Hola, dat heb ik nooit gezegd. Allee, ja, automatisch piloot. Oh, gaan we het terugspoelen? Kort door de bocht, hè, vriend. Ah, ja. Nee. Automatisch piloot, nee. Je vertrouwt op wat je kunt. Ja. En je weet dat het effect goed is. Wow, automatisch piloot, dan niet. Nee. Bij de serie Windkracht 10, dat ze veel op automatisch piloot spelen. Dan zijn we aanbeland aan... Het is een wonder, de grote prijskamp chef Bronder. Ja, de grote prijskamp chef Bronder, natuurlijk. Ja. Die organiseer ik elke week. Ja, waarbij je van alles te winnen valt. Ja. En vertel eens, wat is de opvolging van vorige week? Ja, dus vorige week was er een mok te winnen van Meteor, waar hij nog zelf uit gedronken had. Mok Tamé. Zij het ook zelf. Het was wel een aangeslagen mok. Ja, de mensen moesten daarvoor suggesties doorsturen van namen die we voor volgende week nog kunnen vragen voor de grand finale van deze podcast. Ja. De mogelijk laatste aflevering eigenlijk ook. Ja, ja. En er zijn, ook een beetje kerstspecial. Het is veel in één. Ja. Maar we gaan... ik heb wat suggesties. Ik had er een aantal overlopen binnengekregen van mensen die dus willen kans maken op die mok. Ja. Dus die stuurt Stijn van de Voorde en Marcel van Tilt. Dus een unieke combinatie. Ja. Ze zijn beiden komisch en snedig. Oh. Dat is die er wel bij. Helpt al, ja. Dan... dit is een verrassend berichtje. Kleimans en Van Geel fan account stuurt. Het is misschien een ideetje om Jelle Kleimans en Jonas Van Geel te vragen. Ik ben daar namelijk fan van. Goeie reden. Anna en Rick die suggereren de culture van de Soundmix Show. Misha Mara en Fred Becky. Dan kan Misha Mara eindelijk vertellen naar waar ze de weg vroeg toen ze in 1994 aanbelde aan de voordeur van Jeff Bronder in Erpen. Te Erpen, dat zal ze ongetwijfeld wel nog weten. Ja, dat is ook een suggestie. En dan de allermeeste suggesties, en echt tientallen, bijna niet te tellen. Huh? Allee, we moeten echt een rekenmachine of zo, of een turfmachine. Ja. Dat was natuurlijk voor mevrouw Bongers. Omdat, zo kan ze zelf vertellen of jullie nog een seizoen mochten maken, was een van de redenen die naar boven kwam. Ja. En vraag dan ook meteen inspecteur Chantal, want zij kent heel veel mediageheimen. Ja, dus ja. Haar rechterhand. De assistant to the manager. Ja, eigenlijk, to the manager. Ja. En Jimmy Frey heeft ook zelf gestuurd van, mag ik eens langskomen? Het is over nadenken. Ja, okay. En, de winnaar is Amamare. Amamare? Ja. En die wint dus de mok. De mok daarmee. Ja, mok daarmee. Voilà. Je vraagt je waarschijnlijk af of doe een jingle. Ik dacht een jingle te doen, je had ook nog deze week iets weggeven. Ja. Maar dat ging je houden voor later. Hè? Ja, oké, bij de keel grijpen. Zodat mensen blijven luisteren en denken, Achter de schermen. Jeff, zijn er ook vragen van onze volgers binnengekomen? La question du peuple, de vraag van het volk. De vraag van het volk, ja. Zo noemen we het eigenlijk vaak. Zeker. Vraag van Pinguin69. Koen, welke legendarische quotes ken je nog uit de Helaas het er dingen? De goeie is bezidja. Aha. Ja, die is legendarisch. Versta je het, Barbara? Bezidja. Bezid uw eigenis. Nee. Bezit u. Bezidja. Ja, bezidja. Ja, wij onze vrienden heel veel deden nadien, was altijd dat je deed. Ik heb maar gezegd dat je godje zwijgen. Dat ze zeggen dat je marginaal zit. Godje zwijgen. Ah ja, man. Ja, wil je dan nog eens... Was het toen in dat? Ja, maar vooral zo die... Vanachter. Echt waar? Dat was echt... Ik heb maar gezegd dat je godje zwijgen. Ja. Dat ja. Ja. Houd zwijgen. Maar ze zeggen dat je marginaal bent. Houd zwijgen. Wat een leuke reenactment hebben we hier inderdaad. Ja, mooi. Zwijgen. Maar ze zeggen dat je zwijgen. Okay. Mag ik ook een vraag stellen aan Koen? Ja. Hoe is dat met die jongen die je zoon speelt in Helaas het? Ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Die heeft... Kenneth, hè? Ja. Van Baden. Een pittig parcours achter de rug. Maar dat gaat eigenlijk heel goed. Oh, ik heb mij onlangs nog gezien. We hebben samengespeeld in een filmpje voor de fanfare van Burst en Aighem. Ja, twee van de negen deelgemeentes. Juist. Ja. Naast Vlekken, Otterham, Rondegem. Noem ze maar op, hè. Ja.
Wie is de grappigste acteur, maar dan achter de schermen? Ah. Wie is de grootste pranker uit het Vlaamse acteurslandschap? Koen de Bouw is wel echt heel grappig. Ja, die is wel grappig. Ja? Echt heel grappig. Maar dat is altijd verrassend, omdat het contrast groot ja, is. Ja, dat is wel. Ik zou die direct geven. Ja. Ja. We zouden hem niet geven, en dan is dat. Dat is het contrast. Ik ben eigenlijk ook een pranker. Ja, jij, jij prankt ook. Wow, anders verveel ik me. Wat is wel de meest recente prank die maar je... Dat weet ik niet, maar zo een broek wegpakken of gewoon zout in plaats van suiker en koffie, whatever. Zei hij dat die bij Eddie Snelders die broek hebt weggepakt? Daarjuist ging het over Denderstreeks en wat er hier al is gezegd, dat het heel moeilijk is voor mensen van, niet van de Denderstreek om Denderstreeks te doen. Maaike Kafmeijer zei dat ze dat heel moeilijk... Eigenlijk dat is eigenlijk een dialect dat bijna niemand kan nadoen. Kun jij dat? Nee. De school vind ik Maja Wabaja. Ja. Dat vind ik eigenlijk Maja Wabaja. Maja Wabaja. Maja Wabaja. En wat betekent dat? Lijkt een stad in India. Dat is een oude hindoe-profeet. Mama Baba, niks met Alsters te maken. Moet je mee reizen? Maar daar wel weer zeggen. Pas op of hij bijt u. Maja Baba. Ah, Maja. Ah ja, met u. Met u. Met u of hij bijt u. Maja Baba. Maja. Of Maja. Maja Baba. Maja Baba. Chef, dan denk ik dat we hebben daarnet mensen bij de keel gegrepen en de tijd is voor deel 2 van... Het is een wonder. Ja, maar ja. De grote prijskamp, chef Bronde. Deel 2. Want je geeft deze week opnieuw iets weg. Ja, ik heb iets ongelooflijk. Ik zag Erik van Looy wandelen in de wandelgangen van Play B. Ja, daar loopt hij vaak. En die zei, ik heb iets goed voor je grote prijskamp, chef Bronde, zei hij. Ja. Er is op donderdag 21 december hier in Play Zuid een grote screening eigenlijk van De Slimste Mens ter Wereld, de finale. Ah ja. He, dus dat wordt hier op groot scherm bekeken met alle juryleden, alle kandidaten, Erik zelf en met champagne en toastjes. Want we mogen het zijn, dat is eigenlijk een VIP-evenement, he. Dat is niet openbaar. Ik heb maar een uitnodiging voor gekregen. Maar ja, dus dat is hier echt een exclusief, dat is niet voor het echte publiek open. Nee, wij zijn ook uitgenodigd. Ah, ja. Maar wij kunnen exclusief 2 externen hier ook aan laten deelnemen. En die kunnen we dan een blik gunnen op zo'n VIP-event echt zo'n keer de high society van de Vlaamse media. Maar wat moeten mensen daar dan voor doen? Wel, we hebben het hier al gehad over hoe dat we toch een klein beetje vernederd waren door onze niet-nominatie voor de Podcast Awards, de oorkondes van de Standaard. Ja, we hebben het vaak weggelachen in deze podcast, maar eigenlijk achter de schermen, toch diepe wondes. Traantjes? Maar met zonnestik. Ik heb dan eens gedacht aan een pot choco met stront in en dan kwam het toch boven de emotie. En we meten dat mevrouw Bongers prijzen en prestige hoog in het vaandel draagt. Dat is, als ze iets hoger in haar vaandel draagt, dan is het wel prestige en prijzen. En vorige donderdag was er hier in Play Zuid de grote programmatiedag van Play Media, waarin alle nieuwe programma's werden voorgesteld van dit wordt fantastisch, dit wordt nog beter. En elk jaar heeft mevrouw Bongers daar dan een soort inspirerende speech, zoals alleen zij dat kan, een soort TED-talk-achtige motivational speech. Ja. En daar zag ik toch, het kwam toch zo wat naar boven. Ze zei van, we mogen trots zijn op Play Media en we moeten allemaal zo Play Media roepen en zo. Dat is echt zo. En, ik zeg Play, jullie zeggen Media. En ze bracht daar ten berde van, we hebben weer de Gouden Roos gewonnen. Het beste programma daar, recht naar de gevangenis. Ja. En vorig jaar ook, James the Musical. Ja. En dan, als klap op de vuurpijl, was Jeroen dan ook nog een keer tot mens van het jaar verkozen door Knakmagazine. Ja, ja. En dan werd hier allemaal zo gezegd van, zie eens wat ons bedrijf allemaal kan betekenen. Ja. En daar zagen we toch, die prestige is wel belangrijk. En nu zag ik dan uiteindelijk een unieke kans voor ons, want we kregen een berichtje via Instagram van Humo, dat we blijkbaar bij de super genomineerd... Ja, dat is een bedrijf in de drukperswereld. Ja, 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 ja. Dat is dus Humo's Poppel, genomineerd voor podcast van het jaar. Hola. En dat is toch een kans voor de... Het was weer watjes om te tonen van en aan mevrouw Bongers van oké, als we daar allemaal op stemmen... Ja. En wij eindigen daar op de 7e, 6e, durf zelfs niet fantaseren, of nog 5e, 4e, 3e, 2e. Ja. Ja, we zien wel, hoe hoger, hoe groter het signaal hoe richting groter mevrouw. De prestige ook. Ja. Dus ik zou willen oproepen, stem daarop, niet voor mij, maar voor het voortbestaan van de podcast natuurlijk. Ja. Ja. Stuur een screenshot daarvan door naar achterschermen.podcast, die je ook al moet volgen, ook voor mevrouw Bongers. Ja. Ja. Dan kan je dus kans maken op die 2 VIP-tickets. Op die VIP-tickets. Exclusive treatment. Vind ik een heel mooie prijs en een mooi doel ook. En dat betekent dat we ook zijn aangekomen bij het eindlied. Oh. Ah, dat is juist. Ja, maar we hebben nog een keer op snedige wijze de Mediaweek fileren. Oké, zijn jullie klaar voor? Ja. Daar gaan we dan. Achter de schermen, achter de schermen. Ja, het
was weer wat. In de Franse media. Lange Frans of Boudewijn, de groot zullen het niet zijn. Want voor Nederland gaat naar Eurovisie rapper Joost Klein. Hopelijk mag voor België ook een sensatiezanger mee. Het Achter de Schermen lied, gebracht door Jimmy Frey. Achter de Schermen. Ja, het was weer wat. In de media. Ik ben Koen de Graven, ik ben een hele brave. Aan wat tof gerijmel kan ik mij enorm laven. Ik zag vanochtend een luchtgevecht tussen een buizerd en drie raven. Ik woon in Berchem City, dat is best ver van de Antwerpse haven. Achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Volgende week onze grote seizoensfinale. Benieuwd welke gasten we daarvoor binnenhalen. Een A-lister van formaat en een hele grote klepper. Het zijn Victor Verhulst en Bokkie de Rapper. Ja, dat is toch achter de schermen. Ja, het was weer waar. Ik ben Barbara Sarafian en ik ben een grote actrice. Rijmoorden op mijn beroep zijn bijvoorbeeld valies of kattenpies. Een personage met veel vlees aan, dat is echt mijn groot geluk. Spijtig dat ze me niet vroegen voor de AI, de hanen jaloux. Achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Mooi. Ja. Zwijn. We gaan stilletjes aan moeten zwijnen. Want dit is het einde van deze podcast. Bedankt om hier aanwezig te zijn. Ja, met plezier. Met plezier, ja. Allebei hier, Koen de Graven en natuurlijk ook Barbara Sarafian. We zien jullie volgende week weer, want volgende week zijn we dus met de grote seizoensfinale. Ja, Victor Verhulst en... veel succes. Bokkie de Rapper. En dan gaan we ook zien of er een derde seizoen komt. Of er een derde seizoen komt. Spannend. Maar graag dus allemaal tot volgende week hier voor de seizoensfinale. Tot woensdag. En nu zwijnen. Sweet.